Dus het tachogram dat dient eigenlijk voornamelijk ook, in eerste instantie was het belangrijk omdat we een automatische download moeten doen. De wetgever zegt van kijk, alle 4 weken moeten jullie een automatische of een download doen van de bestuurderskaart. Als het eens vergeten wordt of de chauffeur komt 2 weken niet naar de koer of zo, ja, dan kan het al snel eens uit de gedachten gaan, wat wel een risico kan zijn, want als dat niet gebeurt, dan krijg je daar wel een fikse boete voor. En om dat te vermijden hebben we eigenlijk altijd uitgekeken naar een systeem die het automatisch kan allemaal gaan doen. En ook doorgegeven dan aan de mensen van Alconnect, wat er eigenlijk van mogelijkheden waren. En zij hebben eigenlijk altijd meegedacht met ons en meegegaan in het verhaal, waardoor dat er eigenlijk een perfect systeem nu voor ons ontwikkeld is. Waardoor we eigenlijk van A tot Z alle uren, de rusttijden, de rijtijden, alles kunnen gaan checken. En dat we ook de automatische download hebben wekelijks. Die automatisch download en automatisch eigenlijk in onze map op ons systeem, op onze server plaatst. Zodanig als er een controle nodig is, of als er een controleur langskomt van kijk, ik heb hier op stick van die periode tot die periode de gegevens nodig in DDD-bestand, kunnen we dat onmiddellijk eigenlijk gaan meegeven.